begon eigenlijk nadat het stuk in 1985 in de krant stond voor oproep voor medewerkers voor de lokale omroep. Het is begonnen denk ik in de winter van 1986, januari, februari. In mei 1986 zijn we gestart op 10 mei en in het oude gebouw van de KRO. In een houten gebouw in het Jeroen Bos, in dat wat nu de muziekschool eigenlijk is. Hè? Daar stond toen een houten noodgebouw wat door de KRO was achtergelaten. Nou, daar hadden we een houten barak en daar konden we dus uitzenden, want de KRO ging daar dus weg. En daar zijn we dus ook de uitzending gestart. En zodoende ben ik toen een hele grote groep mensen terechtgekomen. Er zat van alles tussen. Er zaten onder andere mensen van Piraten bij. Er zaten mensen die al bij een andere lokale omroep zaten. Die melden zich allemaal tegelijk aan. Een hele grote groep. En toen moest je een formulier invullen waarom je dat graag wilde doen, lokale omroep. En dat was ook natuurlijk iets heel nieuws. Jaren 80, er waren nog niet zoveel lokale omroepen. Dat was enorm in opkomst. En ja, ik zag het wel als een manier om van hobby toch iets serieuzer aan de slag te gaan. En ik kan me de dag van vandaag kan ik me wel herinneren dat de uitzending werd geopend door Hans Dona, destijds de wethouder van cultuur. En ik kreeg de opdracht om een jingletje te maken door de hand te leggen op het knopje. Werd dan de jingle gestart. Nou, Hans Dona die moest dat indrukken. En toen die indrukte, toen kreeg hij dit te horen. Dit is de Bos, de Boslokale Omroepstichting. Heel veel spanning natuurlijk, hè? Want een hele volle zaal, burgemeester was erbij en pers, Brabants Dagblad, ga zo maar door. In ieder geval, iedereen was verrast. Wat was nou de lokale omroep van Den Bosch? Wat gingen ze nou brengen? Uitzendingen op zaterdag van 10 tot 2. Lokaal nieuws, informatie en amusement. Via uw radio 104.8 FM. Ten einde de betrokkenheid met het eigen leef-, werk- en woonmilieu te bevorderen en te versterken, staan de Bos drie middelen ter beschikking. Radio, kabelkrant en televisie. Deze maand gaat de Bos als stichting het vijfde jaar in, het eerste lustrum. In die vijf jaar is het gelukt om de Bosboom gestaag te laten groeien. Met gepaste trots presenteren wij vanaf vandaag Bos TV. Wat de hele week om het uur gedraaid zal worden. Dus vind ik wel leuk eigenlijk. Was meer een geintje, maar een goeie geintje. Nou, ik vind het prettig dat je je schoonmoeder even opzij zet. Ja. Maar, Nee, niet kwaad bedoeld, want ze heeft veel een lekkere appetaat. Maar dat doen we van de week wel weer. Ik wilde altijd al iets met radio en televisie doen. Op de lagere school was dat. Dan hadden ze op een gegeven moment een camera aangeschaft. En dat vond ik almachtig leuk. En toen, mijn tante kende we iemand toen bij de Bos, zoals het toen heette. En zei, nou, ga een keer praten. En zo ben ik eigenlijk terechtgekomen. Toen was het alleen nog niet, was het alleen maar radio en tekst-tv wat ze toen hadden. Nou, ik ben daar begonnen toen ik 17 was. Dus dat is 1987 uit mijn hoofd. En de Bos bestond al. Ze maakten daar radio, ze hadden een kabelkrantje. En ze wilden ook tv gaan doen. Op een gegeven moment stond er een advertentie in de krant. Waarin er stond, zeg maar, dat ze gewoon mensen zochten, zeg maar, die ook tv wilden gaan maken. En toen heeft mijn opa dat ding uitgeknipt. Heeft hij aan mij gegeven en heeft gezegd van, nou, dat is iets voor jou.